Ja, zoals jullie horen begint het inmiddels behoorlijk te regenen. Dus een mooie gelegenheid om aan de slag te gaan. En daar bedoelen we mee dat arrosticini kun je natuurlijk bij ons kopen. Maar je kan het ook zelf maken. En daar hebben we een ingenieus apparaat voor laten maken, laten ontwikkelen. Overigens wat belangrijk is dat al onze producten komen uit Italië. Het komt dus niet uit China of wat dan ook. Nee, het wordt allemaal door de lokale leveranciers in Abruzzo wordt het gemaakt. En dit is ons product wat we eigenlijk heel veel verkopen. En dit is eigenlijk bedoeld inderdaad om die spiesjes te maken. En het handige van het apparaat is dat je kan er rosticini mee maken, maar je kan er natuurlijk ook vlees of andere vleesproducten of visproducten of vruchtspiesjes. Eigenlijk alles wat je op een stokje kunt doen, kun je dan zelf maken. Nou, hoe gaat het in zo'n werk? Ik laat het even zien. Je ziet hier een kubus. Die kubus die is handig gedaan inderdaad om die stokjes erin te doen, maar dat maakt niet uit. Je hebt een kubus en die kubus die vul je eigenlijk met vlees. Maakt niet uit. Dus je hebt allerlei plakken vlees die je hier in de kubus stopt. Goed aandrukken. Op het moment dat je kubus vol is, dan doe je de deksel erop. En dan zie je hier inderdaad in dit geval een honderdtal gaatjes. En wat je doet is met een prikker eerst even de gaatjes voor maken voor uiteindelijk het stokje. Nou, misschien mag ik even aanvullen. Ja. Die prikker heb je natuurlijk alleen nodig als je wat harder vlees hebt. Dus als je echt zacht vlees hebt, kippendij of kipfilet, dan prik je er meteen doorheen met de stokjes. En anders kun je die metalen pen gebruiken om eerst even een gaatje voor te prikken. Hier gaat 2,5 kilo vlees in. Dus wat ik zeg, je stapelt dat goed. Ook goed aandrukken dat het in de hoeken zit en vervolgens de stokjes erin. En dan tot slot pak je het mes en ga je vervolgens in de sleuf de stokjes inderdaad klaarmaken. En dan heb je eigenlijk in een mum van tijd 100 stokjes klaar. En dit is zeg maar ons huistuin- en keukenmodel. Dit kan je eigenlijk in iedere keuken kan je dat gebruiken. Maar daarnaast hebben we ook wel het professionele model. En dat is echt meer afgestemd op de slagers, de cateraars, die inderdaad ook hun eigen wensen hebben. Want het aardige van dit product is dat je dus zelf de breedte van het stokje kunt samenstellen. Dus wil jij inderdaad wat bredere stukjes vlees of wil je wat smallere stukjes vlees, dat kan je eigenlijk op maat door ons laten maken. Ja, en ook kun je variëren in de hoeveelheid stokjes. Ja. Het begint bij 36, is volgens mij de kleinste hoeveelheid. Maar je kan tot 256 stokjes afhankelijk van de breedte die je wil hebben. Dus heel fijn om heel snel heel veel spiesjes te maken. En zoals gezegd, maakt eigenlijk niet uit wat voor vlees of vis of andere producten je daarmee maakt. Deze zijn ook leuk voor een kinderfeestje om mooie vruchtenspiesjes te maken of zelfs snoep of zo. Hartstikke handig om thuis te hebben. En niet meer alles met de hand stukje voor stukje toe verrijgen. Dus dat is heel prettig.